Aannemersbedrijf BAM spant een kort geding aan tegen de gemeente Zevenaar. Inzet is het verloop van de aanbestedingsprocedure voor de verbouw van het gemeentehuis in Zevenaar. BAM vindt dat de aanbestedingsprocedure niet volgens de regels is verlopen. De gemeente Zevenaar wilde deze week aannemersbedrijf WAM en van duren de werkzaamheden voor de verbouw van het gemeentehuis definitief gunnen, iets dat door het kort geding nu vertraagd is. Het kort geding wordt op 10 januari behandeld. Ruim 40 dijkbewakers en inspecteurs van Waterschap Rijn en IJssel zijn deze dagen getraind op hun belangrijke taak tijdens hoogwater. In januari dit jaar werden op meerdere plaatsen in de regio maatregelen genomen tegen hoogwater, in onder meer de Rijn en de IJssel. De dijkbewakers en inspecteurs lopen tijdens een oefening in groepjes van drie alle dijken af om te kijken of er beschadigingen optreden. In totaal beschikt het waterschap over ruim 120 dijkbewakers en inspecteurs. En zijn er tijdens een calamiteit zo'n 200 mensen in touw? Het project Oude IJsselstreek Draadloos in de gemeente Oude IJsselstreek gaat niet door. Dat laat een woordvoerder van de gemeente weten. De gemeenteraad heeft eind januari een motie aangenomen waarin zij verzoeken om in de hele gemeente wifi-routers open te stellen. Eerder zetten enkele raadsleden hun wifi open voor andere internetgebruikers. Een poging om ook andere mensen en verenigingen enthousiast te maken is onvoldoende gelukt. De gemeente Doetinchem gaat dit jaar samen met de politie op pad om te controleren of er veilig gebruik wordt gemaakt van vuurwerk en dan met name van karbietschieten. Wat het karbietschieten betreft wordt er vooral gelet op te grote melkbussen en op gevaarlijke situaties met afstanden van de schietplaats tot onder meer gebouwen en wegen. Voorgaande jaren kwamen bij de gemeente Doetinchem meldingen binnen van overlast door karbietschieten in woonwijken. Volleybalvereniging Orion uit Doetinchem speelt dinsdag 10 december al de Europa -cup wedstrijd tegen het Wit-Russische Zachter Zaligorsk. Plaats van handeling is sportcentrum Rozengaarde en de aanvang is om half acht. Afhankelijk stond de wedstrijd een dag later op het programma, maar in verband met het vliegschema van de opponent is de wedstrijd verplaatst naar dinsdag. De return in Wit-Rusland wordt op donderdag 19 december gespeeld in Molodechno, een kleine 100 kilometer ten noordwesten van de hoofdstad Minsk.